Goedenavond. Eerst en vooral proficiat aan Christophe en aan de Telenet Antwerp Giants. Voor degenen die de wedstrijd van vorige week tegen Brussels hebben gezien, die hebben hetzelfde gezien als vandaag. We waren helemaal niet goed. Helemaal niet in de intensiteit die wat we gevraagd hadden. In de richtlijnen die wat we gevraagd hadden. Defensief dan vooral. Eén voorbeeld, en het mooiste voorbeeld, is als de beste shotter van Antwerpen, Dennis Donker, in 18 minuten 19 punten maakt met een 6 op 6. Dat zegt genoeg. Dus we kunnen zo verder gaan, individueel, met elke spelers. Maar ik denk niet dat we daar de tijd voor hebben. Als jij naar een ploeg komt gelijk Antwerpen, en als jij niet het minste effort doet en niet het minste intensiteit zet en in de richtlijnen zit die waar we de hele sinds vrijdagavond op gewerkt hebben, dan heb je geen enkele kans. Dus het is heel simpel. Ik ben gefrustreerd, zoals vorige week. En ik denk dat vooral de overwinning tegen Limburg, dat bepaalde spelers gezegd hebben van ja, we hebben één match gewonnen, dus het seizoen zit erop, maar het seizoen zit niet op. Dus als voor ons coachingstaf is dat heel frustrerend, want we zien wat er gebeurt en we zouden dat graag willen veranderen, maar voor het moment hebben we nog geen antwoord gevonden. Coach, begin met uw analyse van de wedstrijd, alsjeblieft. Ja, ik ben tevreden met de winst, maar ik ben ook niet super tevreden met soms de attitude van de spelers. Ik vind dat de jonge gasten vandaag de kans of een beetje meer minuten krijgen. En soms ze pakten dan een beetje te gemakkelijk, vind ik. Ik denk dat ik wil Pitbull zien op het veld. En soms het is nog niet daar. Ze zijn blij omdat ze doen één of twee goede dingen. Maar alleen voor mij, wat ze doen in aanval is één ding, maar ik wil zeker in defense zien een andere mentaliteit. Dat ze moeten vechten voor elke bal, vechten voor elke rebound. Vandaag, als je ziet dat ploeg zoals Luik pakt nog 14 aanvallen rebound. Sorry, ik denk dat we daar een zeer slechte job gedaan. Maar ik denk dat we hebben toch de match begonnen zoals het moet. Met veel respect voor Luik en we hebben alles gegeven van de start van de match. Maar ja, ik verwacht nog een beetje een andere attitude van een paar spelers. Dank u wel. Hier zijn de vragen. Voor Christophe, valt en Hans op schema voor zondag? Normaal, ja, op schema voor zondag, ja. Vind je goed meegevallen? Ja, voilà. Hij heeft getraind bij ons vanaf maandag. Dus ja, het was ook de bedoeling om gewoon een beetje een minuut te geven, maar nog veel beperkt. We hebben dat gezien vandaag en voor zondag dat zal ook een beetje hetzelfde zijn. We gaan ook geen risico pakken daar. Het is gewoon een beetje ritme van de match teruggeven aan hem. Maar voor de rest, ik denk dat iedereen zal daar zijn voor zondag. Zijn er nog vragen? Yes, voor mij Donker. Roepnik. Van den Heijden. Ga gaan voor Robbie. Van den Heijden. Hetzelfde als Sam en de derde van den Heijden. Dank u, Sascha. Alsjeblieft. Dank u wel. Dank u.